Het aantal filmpjes begint inmiddels toch wel ja, behoorlijk groot te worden. En het wordt langzaamaan tijd om over te stappen op iets anders. Eh, iets ingewikkelders. We gaan het namelijk hebben over kleurtoning. En kleurtoning kan heel ver gaan. Dat zul je de komende tijd wel mee gaan maken bij me. Maar eh, we beginnen natuurlijk simpel. En laat ik eerst eens een trucje onthullen over eh, kleurtonen met zwart-wit filter. En dat zit hieronder. We doen het natuurlijk als een aanpassingslaag. Zwart-wit en dan wordt je foto zwart-wit. Je ziet aan de rechterkant zie je een zestal sliders, een zestal kleuren. En in het normale filter kunnen we bij deze sliders de kleurtoon bepalen en dan de gradatie zwart-wit bepalen. Dus als ik bijvoorbeeld uh, kijk naar de rode tinten, dat zijn voornamelijk de huidtinten en de roos, die kan ik lichter maken, maar die kan ik ook donkerder maken. Nou, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de jurk, dat is in dit geval een beetje geeltoon. En een beetje groentoon, hoewel dat groen maar heel klein is. Dat zie je meer terug in de bladeren van de roos. En de achtergrond bestaat uit cyaantinten en een klein beetje blauwtinten. Je ziet dat je daarmee kunt schuiven in je zwart-wit omzetting. Je hebt daar natuurlijk ook al gewoon een keer het filmpje over zwart-wit bekeken. Maar je kunt met dit filter nog iets anders. Je kunt namelijk ook de manier waarop het filter werkt veranderen. Normaal gesproken staat het gewoon op de laag en kijkt het naar niks anders dan de kleuren die eronder liggen. Maar je kunt ook tegen het filter zeggen van nou de kleuren dat is allemaal leuk en aardig maar kijk eens alleen naar het licht in de foto. En dat doe je door de dekkingsmodus te veranderen. En dan heb je een hele rij. En daar komen we ongetwijfeld allemaal nog een keer op terug. Maar voor nu gaat het om lichtsterkte. En je ziet dat je foto weer terugspringt in kleur. De sliders blijven wel gewoon bestaan. En we kunnen natuurlijk gewoon aan het filter uh, trekken. Dat gaan we dadelijk ook doen. Maar het kijkt nu alleen maar naar uh, de onderliggende lichttinten. En dus niet meer naar de kleur. Dus als we nu gaan schuiven, bijvoorbeeld in het rood, dan ga ik het rood ga ik lichter maken. Of donkerder. En natuurlijk zie je al meteen wat er gebeurt. Dit is lelijk, dit is lelijk. Dus je moet daar een beetje een gulden middenweg in vinden. En zo kan dat ook met geel. Je kunt de jurk een klein beetje lichter maken. En het mooie is, omdat je dit dus op een, op een geheel bereik van kleuren doet in de foto, kun je dus vrij precies werken, maar toch wel snel. Als ik bijvoorbeeld zeg van, nou, ik wil de achtergrond wat donkerder hebben, dan kun je dat vrij eenvoudig doen. En zo kun je gewoon in een handomdraai je foto alweer een heel stuk veranderen. Volgende keer gaan we het hebben over maskers en gaan we meer werken in de schaduw en in de hooglichten van een foto. En als je straks alles gaat combineren, dan pas kun je echt gaan toveren.